We zitten hier nu in Knokke in de IT Photo Gallery. Ik heb daarnet een aantal mensen begeleid onder het thema portret. Het was fijn, heel leuk om te doen, omdat er altijd verschillende reacties komen van de mensen zelf. Ik heb ook een aantal reeksen getoond. Dit is hier eentje van Arno. Het is een hele moeilijke om te fotograferen, want je mag hem niet vragen om te poseren. Bij Arno moet ik ook wat iets meer tijd uittrekken om een foto te maken. Dus je gaat gewoon op stap. Je slaat een praatje ermee en af en toe maakt dus een foto. Dit is een foto van Urbanus, een portret. Ik wou hem eigenlijk op een serieuze, serene manier fotograferen. En bij Urbanus is dat niet simpel. Die begint meteen een onnozel te doen. Dus was dat even werken om hem uit die rol te krijgen. Deze foto is gemaakt in Brussel, aan de rand van de Kamerenbos. Dat moet ergens rond 2001 zijn geweest. Want ik was toen al digitaal begonnen en deze is nog analoog gemaakt. Dus in die beginjaren deed ik nog beide toen.